Suriname heeft succes geboekt met financiële onderhandelingen in de VS. Dit zei minister Armand Achaibersing vandaag in een Zoom-persconferentie over de onderhandelingsmissie met IMF, IDB, Treasury en het ministerie van Financiën in Washington. Uit de onderhandelingen is een rapport voortgevloeid met daarin 34 maatregelen ten behoeve van goed bestuur. Op technisch niveau er overeenstemming is bereikt tussen de twee beide technische teams. Het team van IMF en het team van Suriname. En het team van Suriname werd geleid door de heer Karel Eckhorst. Op technisch niveau is er overeenstemming bereikt over een aantal maatregelen in de fiscale, monetaire, maar ook in de institutionele sfeer. En het gaat om 34, in totaal 34 maatregelen die afgesproken zijn en die uiteindelijk na overeenstemming vastgelegd zijn in een document, een Memorandum of Economic and Financial Policies. Daarin zijn de maatregelen beschreven. Volgens Achaibersing is Suriname niet akkoord gegaan met alle voorstellen van de gesprekspartners. De onderhandelingen hebben in de opvattingen van een aantal mensen langer geduurd dan men gehoopt had. Dat klopt, maar dat komt omdat wij heel erg voorzichtig zijn omgegaan met het Surinaams belang. Wij hadden snel overeenstemming kunnen bereiken als we met alles van het IMF akkoord waren gegaan. Maar dat hebben we niet gedaan. Wij hebben integraal de Surinaamse economie geanalyseerd en het Surinaams belang verdedigd. En het zijn toffe gesprekken geweest, zowel op technisch niveau als op hoger niveau, board level niveau, dus tussen ministers en boardmembers zijn er gesprekken geweest om te kijken waar de meningen uiteenlopen en te proberen die meningen dichter bij elkaar te brengen. Bij de onderhandelingen is er vooral rekening gehouden met de gevolgen voor het Surinaams financieel systeem, zegt Achaibersing. De afspraken zijn zodanig gemaakt dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het vermogenssysteem.